kunnen we nou die begeleiders en die professionals nog meer overtuigen dat het heel waardevol is om de waarde ervan in te gaan zien? Als het om basiskundigheid gaat. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als, kijk, als je nu kijkt naar instellingen, hè, waar mensen wonen. Ja. Dan zie je eigenlijk dat cliëntenraden of ouderraden, dat die nog niet altijd een goede plek hebben. En ik denk dat als je dat meer wel doet, dat je dan ook die mensen gewoon goed laat meepraten over beleid, over bezoekersregelingen, of over nou, misschien wel dingen die te maken hebben met corona. Hè, hoe kun je daar nou goed mee omgaan? Nou, en als je dat ook goed doet, dan zul je ook zien dat ook daar weer dingen gaan groeien. Ja, dus je moet ook, en daar hebben we ook al met ik heb er zo in Nederland ook al over gepraat, van hoe kun je nou zorgen dat dat allemaal beter op zijn plek komt. Ja, zeker. En Rick, op welke manier kunnen we die verschillende kennis zoveel mogelijk verspreiden, dat ook iedereen snapt wat die belangen zijn van die ervaringsdeskundigheid? Want je bent niet zomaar ervaringsdeskundige, hè? Dat zei je net in de andere vraag. Ja. Hoe kunnen we die kennis dan goed verspreiden? Want er is zoveel mooie kennis. Allerlei verschillende ervaringsdeskundigen. Ja. Nou, ik weet bijvoorbeeld, het gehandicapte zorgplein is bijvoorbeeld een mooie plek om dat te doen. Ja, je hebt natuurlijk heel veel plekken waar je dat kan doen. Maar ik denk dat daar wel een sleutel ligt. Dat je een keer een boekje maakt waarin je misschien wat goede verhalen opschrijft. Mm-hmm. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, die hebben een tijdje geleden een bundel gemaakt voor inclusief werkgeverschap. Dus ook laten zien, als iemand met een beperking in je organisatie laat werken, dat kan gewoon. Hey, dat is helemaal niet eng of raar of spannend. Dat is gewoon goed mogelijk. Nee. En dat zou je hier ook kunnen doen. Ja, er is eigenlijk nog zoveel wat je eigenlijk op die manier iets kan laten zien, waardoor mensen ook echt gaan snappen, hè? Dat het zo belangrijk is dat ik een stukje erkenning, als ik even denk aan ervaringsdeskundigheid in de GGZ, dus een stukje erkenning. Erkenning, ja, weet je waarom ik erkenning zeg? Omdat het zo, het geeft ook iets van laten zien dat je eigenlijk ook het waard bent. En dat je er ook, ik weet niet of je dat ook zo denkt, dat je denkt van, je kan, net als ik, ervaringsdeskundige bij Filans werken, en dat je ook echt jouw talenten worden gebruikt. Ik weet niet of je... Ja, kijk, weet je, dit is hetzelfde als... Nou, vandaag bijvoorbeeld door de Eerste Kamer de Nederlandse gebarentaal erkend. Mm-hmm. Nou, voor mensen die doof zijn, even als voordeel, dat ze denken, hey, ons kabinet snapt nu dat het goed is dat er gebarentaal is. Ja. En dat is met jou ook zo, of met jullie zo. Mm-hmm. Dat als je zou zeggen, hey, Nederland erkent de ervaringsdeskundigheid, dan krijg je een soort van, misschien wel een soort vinkje achter je naam, waarbij je eigenlijk denkt van, hey, ik ben echt van waarde. Nou, en daarom is die erkenning zo belangrijk. En misschien, Mireille, zijn jullie ook wat te bescheiden soms? Als ervaringsdeskundige in de gehandicaptenzorg bedoel je? Zijn wij daarin te bescheiden? Ja? Misschien wel. Dat zou zo eens kunnen. Op welke manier denk je dat die bescheidenheid is? Nou, dat je misschien wel eens wat harder op de trom mag slaan van, kijk, wat wij geven is echt van grote waarde. Dus eigenlijk, je mag misschien wel een keer wat vaker op trommels slaan. Misschien moet je dit soort vragen doen. Ja, en denk jij, dat is misschien de laatste vraag. Denk jij dat jij daarin iets in kan betekenen? Ja, nee, zeker. Ja, dat doen we ook. Dat jij ook dicht bij het vuur zit van de ministerraad. Ja, maar dat doen we eigenlijk ook al, hè? Kijk, ja, dat doe je eigenlijk al, ja. Ja, kijk, wij hebben vaak een gesprek, vind ik heel leuk. Maar ik doe ook heel veel met de LFW-community. Als je de diploma's worden uitgereikt, dan ben ik er best vaak wel bij. Ja. En dan maken we weer een berichtje van, dan komen we op social media, dan wordt dan weer gedeeld. Dus wij proberen best wel wat te doen, en dat blijven we ook doen. Mm-hmm. Net zolang dat jij, of dat jullie een erkende status hebben. Ja, dat is ook heel mooi. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is van, het zou zo mooi zijn als er in continuïteit, ik maak nu een moeilijk woord, gebruik ik mezelf ook. Dus eigenlijk wil ik mee zeggen van, het zou zo mooi zijn als dat ervaringsdeskundigheid, dat je in een organisatie niet vrijblijvend is, maar dat er altijd in het beleid wordt opgenomen. Ja, dat zou mijn droom zijn, als ik dan even zo mijn droom kan uitspreken. Ik denk dat het ook een hele goede droom is. En ook een hele mooie droom. Want dat is ook inderdaad wat je wil, hè? En dat zei ik in de eerste beantwoording ook al. Je wilt hebben dat het gewoon standaard gebeurt, hè? Vaak het trekken. Maar ook op het juiste moment.
Dus niet de mensen gaan bellen als het eigenlijk allemaal al klaar is. Nee. Je moet het wel van tevoren doen. En hoe zie je dat voor je dan? Dat bedoel ik eigenlijk meer van, kan jij daar iets in ook in betekenen? Ja. In samenwerking met? Of? Ja, je zou bijvoorbeeld, wat ik nog extra zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld zegt van nou, we gaan nog eens een keer praten met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, om het ook over al die instellingen uit te smeren. Nou ja, misschien moet je ook eens nadenken over wat de LFB-community daar nog mee kan. Die hebben ook vaak ook goede ideeën. En we hebben ook in coronatijd hebben we vaak een kopje koffie gedronken met ze. Daar was je zelf volgens mij ook wel eens een keer bij. Ja, ik werk ook voor de LFB, sowieso, ja. Ja, klopt. Precies. Dus eigenlijk wil zeggen, daar kom je ook wel eens tegen. Dus. Maar ja, goed. En volgens mij moeten we het zo een beetje meer aandacht geven. Ja. Oké. Ik denk, Rick, dat het zo, denk ik, mooi genoeg goed is. Of heb jij nog iets wat je zegt van, nou, dat is misschien wel goed om nog even in te brengen? Ja, kijk, ik wil tegen alle kijkers zeggen, hou je haaks in deze coronatijd. Want volgens mij krijgen we vanavond weer maatregelen die allemaal niet zo leuk zijn. Nee. We zullen de komende tijd weer wat meer thuis moeten zitten. En ik zou dan wel willen zeggen, hou je vooral haaks met elkaar. Ja, zeker omdat nu die 1,5 meter nog steeds blijft. De 1,5 meter. En ik denk misschien wel dat we toch wel wat moeilijker weer naar het theater kunnen. Of toch wat moeilijker met vrienden op stap. Dus we zullen toch weer wat meer in huis moeten zitten. Ja, klopt. Dan wens ik iedereen wel veel sterkte bij, Mireille. Ja. Want het is een gemakkelijke opdracht. Daar sluit ik me helemaal bij aan, inderdaad. Dankjewel, Rick.